45 jaar onafhankelijkheid is een goed moment om te reflecteren op de ontwikkeling van de rechtsstaat Suriname. Wat is uw visie hierover? Moet ik het beantwoorden? Ja. Of ga jij dat doen? Ja, u mag eerst gaan. Ja, boe. Nou, ik heb er natuurlijk best wel over nagedacht. Ja. En ik heb eigenlijk twee antwoorden. Ik denk dat in een rechtsstaat de belangrijkste waarde is de menselijke waardigheid. Die is gewaarborgd in mensenrechten. En ik vind het eigenlijk jammer dat we in 45 jaar onafhankelijkheid niet in staat zijn geweest, nog in onze rechtspraak, nog in onze maatschappelijke beleving, om die mensenrechten tot leven te brengen. Het geldt voor de inheemse, het geldt ook voor die zwerver die bij mij op de stoep elke avond komt slapen. Ja. Menselijke waardigheid heeft in mijn perceptie, in ons land, is niet verheven tot een juridisch belang dat bescherming krijgt. Ja. Je bent zelf, zou je weten, hoe zelden het voorkomt dat een rechter naar een mensenrecht durft te verwijzen. Omdat het hele mensenrechten gebeuren niet tot zijn métier behoort. Behoort niet tot zijn gereedschappenkist. Kinderen op school leren niks over mensenrechten. En dat vind ik, dat dat voor mij na 45 jaar de grootste teleurstelling is. Los van dat politieke, vind ik dat het belangrijkste is. We hebben wel, ik althans heb wel over mensenrechten geleerd op school. Ja. En met name kinderrechten. Ik ben daardoor ook kinderrechtactivist geworden. Okay. Maar ik begrijp wel wat u bedoelt. Ja. En ik moet zelf zeggen dat ik vrij positief erin sta. Met wat ik gelezen heb natuurlijk, ja. Ik kan niet uit eigen ervaring van zo lang spreken, nee. Maar wat ik gelezen heb en zoals ik de ontwikkelingen nu zie, stevenen we wel de juiste richting op. Daar wil ik best met je over discussiëren, yeah. Want ik ben het eigenlijk niet eens. Nee, dat gevoel kreeg ik al. En ik ben het niet eens en ik ga je ook zeggen waarom. En dan moet je me ook zeggen of je het ermee eens bent. Okay. Ik denk dat behalve die menselijke waardigheid als waarde, om die tot stand te brengen, om die zijn werkelijke waarde in die samenleving te laten krijgen, moet je een zekere mate van trust in die society hebben. Mm-hmm. Je kan niet een low trust society zijn. Ja. En het spijt me dat ik moet zeggen, maar ik denk dat het gehalte aan vertrouwen in deze samenleving eerder is af dan toegenomen. Ja, helemaal eens. Je hebt verwezen naar mensen die weggaan, ja. Die nu weer weggaan. Het zijn allemaal mensen die liever in de rand van de Nederlandse samenleving gelukkig willen zijn, ja. Dan in het midden van deze samenleving. Ja. En dat heeft wat mij betreft te maken met vertrouwen. Ja. Vertrouwen is in mijn wereld, als je praat over een low of een high trust society, dan is het zoals liefde, het is overal, ja, ja. Zoals geloof. Ja. En ik denk dat, en dan moet ik daarin voorzichtig zijn, dat het besef van het hebben van vertrouwen in de 60er jaren, 50er en 60er jaren, groter geweest is dan het vandaag is. Klopt. Het nationalistisch gevoel. Naar mijn mening. Dat was een binding. Ja. Men had iets, een common purpose. Ja. En al wisten ze niet helemaal hoe het was. Maar ik kijk wel eens naar een foto. Mijn vader was lid van de eerste, of hij was voorzitter van de eerste ronde tafelconferentie. Mm-hmm. En er was een delegatie uit Suriname daar naartoe gegaan. Ja. Er waren toen geen politieke partijen, maar ze hebben dus gekozen welke mensen moesten gaan, omdat hij voorzitter was van het parlement, werd hij voorzitter van die commissie. Maar als ik naar die samenstelling van die
mensen keek, zoals ze op Paleis Soestdijk waren, dan kon ik alleen maar zeggen, ze waren broers. Ja. Er was geen enkel element van scheiding. Ja, als eenheid. Ja, hè? Was, en nu het is was, het meer een ieder voor zichzelf. Helemaal ja, maar dat is een mooie uitspraak die je doet. Want ik ga je tweede ding vertellen wat mij hierin raakt. Mensen moeten hun belang nastreven. Ja. Maar je hebt twee belangen. Een belang als mens en een belang als burger. Ja, helemaal eens. En burgerschap brengt plichten met zich mee. Zeker. En als je me vraagt waarom het nu niet goed gaat, dan zeg ik aan je dat de plichten als burgerschap die veronderstellen dat je privébelangen voor het algemeen belang moet durven opofferen, dat onvoldoende is. Ja. Ik ga iets heel onaardigs zeggen, maar ik gebruik dat de afgelopen dagen heel veel. Ik zeg, dit land dreigt te ontaarden in een land waarin twee drijvers de mensen drijven. Eén groep door zelfzucht en één groep door gemakzucht. Ja. Ja, ik kan het helaas alleen eens met u zijn. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.